Hallo, beste changers. Ik kom even live, is het niet echt, maar ik kom even in beeld samen met Caroline Fressijn, hier al intussen goed bekend, hè, Caroline, als kindertolk en hooggevoelige coach en zangeres en singer-songwriter. Maar gisteravond kreeg ik een telefoontje, een voice note van Caroline, omdat deze week hier in de community is het dus onze kinderen en de opvoeding van onze kinderen en hoe dat het allemaal beter kan en dat we oplossingen aanreiken. En Caroline, vertel jij maar wat dat je mij gisteren hebt ingesproken, wat ik graag deel met de mensen om er dan ook iets te kunnen aan doen. Caroline, wat houdt jou bezig? Ja, omdat jij ook altijd praat over, we krijgen allemaal het nieuws, maar hoe gaat het? Allee, er is ook nog ander nieuws. Inderdaad, mensen die anderen in hun kracht zetten, of over verbinding, of over vrede. En deze week heb ik ontdekt dat kinderen verplicht naar het nieuws moeten kijken op school. Inderdaad, het is karrewiet, het is kindernieuws, maar ik heb dat dan ook eens bekeken. En voor mij voelde dat toch wel ook altijd weer één richting. Het gaat heel dikwijls over de oorlog. Het gaat heel dikwijls over ruzie, over gevechten. En het wordt al op een andere manier ingekleed. Dat vind ik Ja. wel al heel mooi. Ja. Dus vooral geen oordeel, maar omdat ik ook heel veel bezig ben met alles is energie. Onze gedachten zijn energie. Had ik ook het gevoel dat kinderen daarmee ook een beetje het beeld krijgen van het is onveilig in de wereld. Ze krijgen angsten, ze krijgen stress. Ja, mijn zoon die zei wel van, ja mama, ik trek mij dat niet aan, maar ik kan me voorstellen dat er ook wel kinderen zijn. Het ging ook mij niet alleen om mijn eigen kinderen, maar over alle Ja, kinderen. het gaat hier over Ja. de kinderen, hè? Ja, Ja, ja. ja, ja. Dus Onze kinderen, hè? Ja, ook onze voilà, onze toekomst. kinderen. En ik kan me voorstellen dat er ook wel kinderen. Ja, het zijn beelden die we meenemen in ons onderbewustzijn. Ook al denken we zijn er niet echt mee bezig. Het gaat wel over ja, onveiligheid, angsten, tekorten heel dikwijls. Ja. Terwijl dat er ook heel mooie dingen gebeuren, hè, zoals bij We Are the Change, verbindingen, vrede. Hoe maken wij verbinding met mensen, hoop, liefde. I'm you, you are me, all is one. Die boodschap al onder de kinderen en in de wereld zetten, bijvoorbeeld. Hè. Maar Caroline, ik ga daar even, ik heb u dat ook geantwoord. Ik wil het hier ook graag delen om het compleet te maken, lieve mensen. Dus jullie weten of jullie weten niet dat ik in 2010 het magazine Change Think Positive heb gestart. En daar was de rode draad van aan alles zijn twee kanten. Hè. Dus zoek de kant die bij jou past, omdat ook in de massamedia het alleen maar het negatieve nieuws en de angst en de sensatie en de drama's. En toen gaf ik als voorbeeld hoe dat het anders kon, namelijk het actualiteitenmagazine Karrewiet gaf ik veel als voorbeeld, omdat dat juist dezelfde actua gegevens zijn, maar op een veel zachtere manier verwoord. Dus Caroline, hoe zou jij dan, hè, want er is oorlog, dat is een feit, hè. Hoe zou jij het dan aanpakken? Zou je dat niet vermelden? Of zou je het wel vermelden, maar dan met de boodschap dat alles... Hoe zou jij het dan aan de kinderen dat informeren dat er eigenlijk wel ruzie, oorlog is in de wereld? Of zou je dat niet vermelden? Ja, we kunnen dat inderdaad vermelden, maar het fragmentje dat ik had gezien ging over jonge meisjes die in Afghanistan verkocht werden voor heel veel geld. En de papa die dan heel veel verdriet had dat hij er niks kon aan doen. En uiteindelijk ging het dan wel over dat de mensenrechten, dat het belangrijk was dat die mensenrechten, dat ze daarmee aan de slag gingen, omdat dat veel te veel gebeurt. En daarin voelde ik ook van ja, we zouden kunnen op die moment zeggen van hoe kunnen we dan verbinden of in oplossingen, maar vooral het beeld dat de wereld veilig is. Ik voel dat heel veel mensen de overtuiging hebben van de wereld is hard, de wereld is afgescheiden, er is veel tekort. En dan Ja. voelde ik ook dat die overtuiging bij mezelf ook bleef hangen van wauw, iemand zei tegen mij, ja, de kinderen moeten toch de realiteit zien, want de wereld is toch hard.
En dan voelde ik van, wow, als dit onze overtuiging is, nee, gaan we dat is, ook van meenemen. Ja, inderdaad, er is ook iets die zegt van, de buitenwereld is een reflectie van jouw binnenwereld. En als wij echt in ons kracht staan, en uiteraard hè, dat met heel veel licht en liefde naar die mensen die, hè, want er gebeuren vreselijke dingen, maar inderdaad, die veiligheid en die kracht en die vrede in jezelf bewaren, dat is eigenlijk een oefening. Daar heb je het over, denk ik, hè? Ja, en ook natuurlijk, waar leg ik mijn focus op? Want ja, op dezelfde tijd gebeuren er ook wel heel mooie verbindende situaties in de wereld die we dan niet te zien krijgen. En dat is vooral het belangrijkste. Waar gaan we onze focus op leggen? We zouden ook veel meer kinderen beelden kunnen laten zien van de natuur. Van wat we voor de natuur... We are the change for kids. Ja. Zo'n afdeling dat we hier zo verbinden. Maar ik, ja, dan voel ik die activisten dan in mij zo, hè, om het te ik ook. Het maakt er ook iets in mij wakker. Niks is toevallig. Dat is mooi. Dat is mooi. Dus nu ga ik mij ook weer even richten tot... want er hebben een paar mensen geantwoord, hè. Dat ze dus ook actief bezig zijn met onze kinderen. Hè? Dus ofwel met hun eigen kinderen en daardoor ook andere kinderen. Of gewoon met de kinderen in het algemeen. Het is een vraag aan iedereen. En ook aan jou, Caroline, antwoord gerust. Hoe kunnen we hier als groep, hè, dus als wie, daar iets aan doen? Dus mijn vraag is dan aan jullie. Zijn jullie... Hoe staan jullie daarin? Hè? Dus wat Caroline hier aankaart, dat de kinderen op school verplicht moeten kijken naar dus actualiteit, die dan oorlog en de meisjes die verkocht worden en zo van die dingen. Van, hoe zien jullie dat? En kunnen we daar eventueel samen iets aan doen? En wat kunnen we doen? Dat is wie dat hier ziet en die heeft een oplossing of die heeft een mening, zet het hieronder. En ik zou het super vinden mocht er hier ongelooflijk verbindende en mooie initiatieven uit ontstaan. En dan is het mijn taak om daar een artikel van te maken op We Are The Change plaatsen. En wie weet dan naar de scholen, hè? Want vroeger hadden we een katern ook, Change at School, in ons magazine. En dat kunnen we dan misschien weer gaan heroproepen. En ja, we zien wel wat dat eruit ontstaat. Hè? Of heb jij nog een ander idee ook, Caroline? Of ben je hiermee akkoord? En als je akkoord bent, wil jij dat dan hier mee overkoepelen en mee activeren? Zo, als mensen reageren, van dan ook het samen te doen. Hè? Ja, zeker. En voor mij, ik wil ook heel eerlijk zeggen, van, het is geen oordeel naar de scholen, het is geen oordeel naar niemand. Het is voor mij een bewustwording van... Oh, ik dacht dat daar een keuze in was, of ik dacht dat dat af en toe eens aan bod kwam, maar ik wist niet dat zij dagelijks echt naar het nieuws samen kijken. Inderdaad, het is vanuit Karawiet, het is al helemaal anders bekeken, maar het gaat voor mij een beetje over het beeld van de wereld en de focus waar dat we mee bezig zijn. En vooral, ja, zijn we bewust wat het doet met onze kinderen, met het beeld van hun wereld. Dus ik wil daar zeker, niks is toeval, ik wil daar zeker mijn schouders samen met jou onder zetten. Ja. En ook, allee, mijn gevoel is ook van hen een keuze laten, want hen verplichten om daar naar te kijken. Ja. Heel veel mensen kijken niet meer naar het nieuws, omdat ze voelen dat ze daar gelukkiger van worden. En als coach zie ik dat ook. De mensen zeggen, ik doe dat niet meer, maar onze kinderen moeten het eigenlijk wel elke dag. Ja. En daarin voel ik iets van, wow, belangrijk dat ik mijn stem daaronder zet of zo, ik weet het niet. En daarom dat ik dat toch wel eens wil aankaarten, wat anderen daarvan vinden, of dat daar inderdaad een oplossing voor is. Ja. Moeten we daar echt als ouders allemaal samen mee gaan naar een onderwijscommissie of zo? Of ik probeer het nu de leerkrachten een beetje bewust te maken. Vooral omdat ik weet dat alles in het zijn zich niet bewust. Hè. Ze denken inderdaad dat ze er goed aan doen om de kinderen te informeren. Maar het is alleen inderdaad die één richting. Hè. Angst, angst, angst. En oké. Ik vind het super, Caroline, dat je dit hebt gedaan. En ook hè, dat we het hier nu delen met de groep. Dus nog een keer... we gaan zien wat eruit komt. Hè. En ik wil daar zeker ook mee dan mijn taak om dan de informatie uit te dragen, er zeker toe bijdragen. Hè. Dus voilà. We gaan het niet te lang maken. Dus ik ga het posten. En we zien wat er van komt. Want woensdag of donderdag is er alweer
een nieuw thema. Hè? Maar uiteraard, de thema's die aan bod komen, die blijven leven. Hè? Dus vandaar, ik moet ook nog, bij deze zeg ik het nu al eens, dus als je post, dat misschien best altijd onze kinderen of toekomst van onze kinderen, als ik dan later daar een artikel wil van maken, dat ik dat makkelijk kan terugvinden. Hè? Want volgende week is er al een nieuw thema. Maar dan kom ik wel even live om het aan te kondigen. Voilà, Caroline, bedankt voor dat te doen. Ik vind het echt super. Nog een fijne zondagavond met je gezin. Ja. En ook aan iedereen die kijkt en luistert op het moment dat ze tijd hebben. Zie maar wat dat je ermee doet. En hopelijk tot snel. Ja, dankjewel. Dag.